Zo, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van The Journey. En we gaan vandaag spelen tegen West Ham. En het is de ene laatste wedstrijd. En we zijn qua punten niet meer in te halen. Vorige wedstrijd heb ik tegen Crystal Palace gespeeld. Video heb ik niet geüpload. Want mijn microfoon, ik heb een nieuwe headset weer. Tweede inmiddels. Jan Brak teruggestuurd. Nou, dit ding is gewoon nog crapper dan die eerste. En ik scoor gewoon de 1-0. Gewoon ondertussen even. Voor mij een aardig doelpunt. Even kijken hoor. Ja, een aardig doelpunt. Maar goed, ik had eerst eens PlayStation headset gekocht. Daarvan was de microfoon gewoon kut. Want er zat geen, geen dingetje bij die voor je mond komt. De microfoon zat in de oor, dus allebei geluiden om je heen. Alles hoorde je erop. Het klonk allemaal heel hol, dus het was niks. Nou, nu had ik een Logitech G430 gekocht. Het staat heel groot bij bol.com. 7.1 surround. PC en PlayStation 4 gaming. En blijkt is het fucking gewoon stereo geluid op je PlayStation. Alleen op je PC is het 7.1. Dus dat is gewoon nog kut. Plus dat de microfoon ook gewoon om de 4 seconden of zo wegviel. Eventjes. Dus ik had die video helemaal mooi zitten maken. We wonnen met 4-0. Een goal gemaakt. Een assist gegeven. Prachtige wedstrijd. Maar helaas. Dankzij mijn kut microfoon besloot om niet te uploaden, want het was gewoon geen doen. Maar goed, ja, we zijn qua punten dus niet meer in te halen. Dus we zijn kampioen. Alleen, ik heb qua game, qua filmpjes helemaal niks van gezien. Dus ik heb een beetje het vermoeden dat ze dat tot de laatste speelronde bewaren of zo. Geen idee. Of ze doen er helemaal niks aan. Dat zou heel slecht zijn, maar... ik heb geen idee. We staan... 8 punten voor. Met nog 2 wedstrijden te gaan, dus niet meer in te halen. Maar, voorlopig staan we hier nu ook weer 1-0 voor, dus dat gaat goed. Ik heb een doelpunt gemaakt. Zo, en hier krijg ik een cadeautje. Die nummer 21 die staat erbij, die kijkt ernaar. Heb ik hier 2. Oh! Zo! Die rebound, hoe mis je die dan? Mijn schot was aardig. Op de paal. Maar die Bernard, hoe krijg je die er niet in? Die had mijn middelste been er zelfs nog ingelegd. Nou, goed. 2-0. Nog maar een keer proberen. Jammer. Kom jongens, even druk zetten. Kijk, zo doe je dat. Maar goed, we zijn dus kampioen. En we hebben nog een FA Cup finale te spelen. Hoe leuk is dat? Tegen Manchester United even uit mijn hoofd. Tegen die Walker, die gast. Irritant kut mannetje. Die zal weer bij de hand gaan lopen doen, maar goed. Ik zal maar weer even een trap tegen de grond geven als het zover is. En doelpunt maken natuurlijk, dat is het belangrijkste. Ja, kom maar op met die bal. Ja, jezus. Ja, bad call voor een pas. Het is toch gewoon een kut pas, of niet? Tjonge jonge man. James Milner. Lucas. En hij geeft het terug naar hem. Ja, blijf hem aan elkaar overspelen, jongens. Daar schieten we wat mee op. Kijk, zo moet je dat doen. Diep spelen die ballen. Kijk, nou komen we tenminste ergens. Het is een kutschot, maar het is hier wel nog schot. Niet de hele tijd weer spelen op middenveld. Tik, 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 tik. Daar hebben we toch niks aan, jongens. Nou, kijk hoor, daar gaan we weer. Tik.
Oh, wauw. Hij zoekt de diepte. Het is wel een kansloze kutpaas, maar hey. Hij probeert het tenminste. Ik zag gewoon 4 verdedigers om mijn neus. Ik ben snel. Krijgen hem bij een medespeler en een goal. 2-0. Goeie voorzet. En lekker binnen gekopt. Goed gedaan, Sturridge. Op dames. En we gaan weer de andere kant op. En we gaan weer de andere kant op. Patience is the name of the game at the moment. Looking to play his teammate through. Kijk eens. Hoppatee, 3-0. Nu even. Goed weggedraaid. Hard en laag ingeschoten. Keeper kansloos. 3-0. Ha! 2 goals gemaakt. Ja, shit. Poor timing, rot op man. Zo. Kopballetjes. 2 keer op de lat, 1 bal. Ah, het gaat hartstikke goed zo. We gaan gewoon lekker daar. Verder. Lekker paasje, Milner. Precies de kant waar ik niet heen ging. Kijk, dat is beter. Haha. Nou, doelpuntje maken, joh. Zo! Dat is waar mijn rechtsachter beter rechtsachter kan blijven staan. En niet... en niet in het strafschopgebied moet komen. Als je geluk hebt, heb je een rechtsachter die nog een beetje een voorzet kan geven, maar verder... Moeten ze gewoon lekker achterin blijven. Nathaniel Klein. Played down the wing, keeping the wide attack going. Dank je, Sirich. Hij rot toch op, man. Be careful. It's Alex Hunter. Well, they're in a good position here. Nu dan. Oh! Dat scheelde niet veel, volgens mij. Hier, dat scheelde niet veel. Jammer. Trouwens, het nieuwe stadion van West Ham. Wat een lelijk stadion is het, zeg. Godverdamme. Echter is er helemaal niks meer van dat oude stadion over. Nou, hup, schiet hem erin, jongens. Goed bezig, Benar. Goeie assist. En zo staan we weer met 4-0 voor. Vorige wedstrijd ook al 4-0 gewonnen. Hey. Hoppatee. Oh,
Ik heb het idee dat het nu makkelijker gaat als de vorige wedstrijd. Be careful! Je moeder had be careful moeten zijn, dus met je vader naar bed ging. Godver man. Je pakt toch gewoon die bal af? Waarom ging je vanaf daar schieten, Sturridge? Had de bal gewoon naar mij meegegeven. Ik kan nog een hat-trick maken. Oh! Op de lat. Eindelijk een keer een kopbal. Scheelde niet veel. Daar zijn we weer. Milner. Ja, hup, terug, zo. Lekker jongens, bedankt. Kans weer verprutst. Oeh, jammer. Penalty, ja! Penalty, mag ik hem nemen alsjeblieft? Ja, Payet. Ik kan als een goede voetballer zijn, maar... Dat mag niet, hè? Vieze overtreding. Nee, tuurlijk mag ik hem niet nemen. Sturridge moet hem nemen. Vuile egoïst. Vorige wedstrijd ook al 2 penalties genomen, waarvan 1 gemist. Zal hij mij nou niet eens de kans geven? Ook maar net al aan hoor. So we're coming down now towards the last 15 minutes. Comes in with a tackle. Hunter trying to find a way through. There's the interception. Weg is weg. Bam. Little headed pass then, and a shrewd one. Wijnaldum. Hey, Wijnaldum is erin. Alex Hunter. Kijk eens van de paas, jongens. Oh, mis. Was good progress with this attack. They spread it out wide here. Chance to get some width into this attack. Oh, jammer. Ik wil mijn hat-trickje maken. Dat lijkt me zo leuk. Bam, weg die bal. You would have thought ability-wise it's very much a level pegging here, but in fact one side seems far more up for it than the other. Yeah, I think that does seem to be the case, whether the one manager has pumped up his players, got them ready better than his opposite number, that seems to be the case at the moment. Oh, yummy. Adam Lallana. Now Alberto Moreno. And shoots! Nee, weer niet. Het zit niet mee, jongens. Ja, er staat 5-0 voor. Ik heb 2 keer gescoord. Zo ergens ook weer niet, maar... Ik wil mijn hat-trick maken. Het lukt gewoon niet. Oh, wat een kutpaas. Zo, kun je hem rennen dan? Bam, rennen, jongen. Zo, goed verdedigd jongens. Nou, daar kan ik niet bij.
West Ham die gaat eindelijk voetballen. Het is blessure tijd. Die denken, nou, laten we nou maar eens beginnen. And in goes the cross. En het is afgelopen. Ha, 5-0 gewonnen. Lekker hoor. Wauw, 2 duimpjes omlaag. Serieus? Wel gewoon man of the match. Zo is het ook. 5-0 gewonnen. Arsenal 2-1 gewonnen. Hey, eens kijken. Wat hebben we hier? Like getting on your game out there, Hunter. Like what I'm seeing. I feel good. Really good. Well, it shows on the pitch. Keep it up, yeah? Ja, joh. Yeah. Right now, I'm just focused on improving my game every week. Good attitude, Hunter. Keep that mindset and you'll go far. That's all I want. Kut muziek, joh. Ja, ja. 2 goals, 1 assist. Money erbij. Ben ik al miljonair? Nee, nog niet. Zit er wel aan te komen. Volgers erbij. Vraag me af of dat nog zoveel zin heeft nu. Want er staat geen doel meer bij. We zijn weer wat beter geworden. Eens kijken wat we nu krijgen. Ik denk niet veel. Nee, dat was hem weer. Ik zeg bedankt voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. Later.